Hier in de Van Linden Tolstraat woont de familie Burggraaf. Gerrit Burggraaf heeft op een zolderkamer een heuse sterwacht ingericht. Deze sterrenwacht ga ik een bezoek brengen. Goedemiddag, meneer Jong. Ja. Welkom. Welkom op Sterrenwacht Schalarne. Ja, ik kom daar een kijkje nemen. Kom maar mee naar binnen. Gerrit, hartstikke leuk dat ik een kijkje bij jou mag komen nemen. Maar vertel eens, hoe is het eigenlijk begonnen? Zo zeggen we welkom. Dat is al een hele tijd geleden. Als kleine jongen was ik geïnteresseerd in de sterrenhemel. Tijdens de avonduren vissen met pa in de boezem in Otterland. In de schemer keek ik wel graag naar hemellichamen, de maan en planeten. Dat heeft me altijd al geboeid. En ik ben begonnen met een kleine binoculair, de verrekijker zoals iedereen hem heeft. En van klein naar groot. En vandaar dat ik nu een sterrenwacht heb met verschillende telescopen. En daar wil ik graag iets over vertellen. Ik heb telescopen waar ik visueel mee waarneem, net als met een verrekijker binoculair. En ik fotografeer ook. Het fotograferen heb ik de afgelopen 2-3 jaar intensief gedaan. Maar graag wil ik jullie iets vertellen over hoe je waarneemt, hoe je fotografeert en hoe je ook met een simpele verrekijker de hemellichamen kan studeren. Hoe werkt een telescoop? Nou, net als een verrekijker, waar ik het net over had, heb je een objectief aan de voorkant en je kijkt in de achterkant. Het is eigenlijk niks anders als vergroten. Je vangt licht op en dat gaat hier doorheen en dat komt samen in een brandpunt. Dat kan heel mooi met een binoculair. Voor een breed veld wil je gaan vergroten. Heb je een telescoop nodig, net als deze. Daar zit ook weer een objectief in, een stuk glas. Net als bij de kleine verrekijker. Hier valt licht in. En dat wordt als het ware helemaal naar achteren toe getransporteerd. En dat komt samen in een brandpunt. En daar wil ik straks wat over vertellen. Deze telescoop. Die kun je natuurlijk niet in de hand houden, net als een verrekijker. Daar hebben we een montering voor. En dit is een zogenaamde Duitse montering. Deze montering zorgt ervoor dat je de sterrenhemel kan volgen. We weten allemaal dat alle sterren opkomen in het oosten en die gaan langs een hemelboog weer onder in het westen. Om dat te volgen hebben we een montering nodig. Deze montering maakt eigenlijk dezelfde beweging. De sterren komen op in het oosten en gaan zo door het zenith, door de meridiaan, onder in het westen. En om te kunnen volgen hebben we dus een gemoderniseerde montering nodig die in principe dezelfde snelheid heeft als onze klok. Dus deze montering maakt één keer een cirkel van 360 graden in 24 uur. We zitten nu achter de telescoop. Om waar te nemen en te fotograferen hebben we een aantal accessoires. En die wil ik nu laten zien. We hebben hier een zoeker. Dat is een kleine verrekijker. Daar kun je zo mee kijken of je ongeveer op het object zit wat je wil bekijken. Hier hebben we een focuseren richting. Daar kun je mee scherp stellen. En om waar te nemen hebben we een prisma. Dat gaat hier achterin.
is een spiegeltje waar het licht opvalt. En dan hebben we een oculair nodig. En dat is eigenlijk ook weer een klein lenzenstelsel. Daardoor komt het licht bij elkaar. En je kunt met je oog het object goed waarnemen. En zo kijk je naar de sterrenhemel. Natuurlijk ook fotograferen. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. Een van de makkelijkste manieren is met een spiegel- of flexcamera. De hobbycamera die eigenlijk ieder gezin wel heeft. Wel moet het een spiegel- of flexcamera zijn. Het objectief moet eraf kunnen. En dan gaat er eigenlijk een vrij eenvoudige adapter op. We kunnen nu de camera zo in de telescoop schuiven. Via het zoekertje kunnen we scherp stellen. En als we dan alles hebben scherp gesteld, kunnen we gaan fotograferen. Net als je gewoon overdag foto's maakt, doen we het ook 's nachts. 'S Nachts hebben we langere sluitertijden nodig. Deze camera kan 30 seconden belichten en daarna in een zogenaamde bulbstand 3-4 minuten. Daarna wordt het te warm voor de camera. Als we langer willen belichten, wat in astrofotografie zeker nodig is, gaan we gebruik maken van zogenaamde conventionele CCD-camera's. Dat zijn camera's die zijn speciaal gemaakt voor onderzoekswerk in de astrofotografie. Deze camera's beschikken over een CCD-chip die gekoeld wordt met zogenaamde Peltier-elementen. Door het koelen kunnen we langer belichten, tot enkele uren aan toe zelfs. Ook deze camera kan net als deze gewoon gekoppeld worden aan de telescoop. Deze camera's worden niet meer met de hand bediend. We gaan echt via een PC. En daarover wil ik straks meer vertellen en laten zien. We zijn hier in de controleruimte. Hier vandaan wordt alles bediend via de PC. Om objecten op te zoeken gebruik ik een sterrenkaart. Deze sterrenkaart werkt net als een atlas. Voor ieder jaargetij hebben we een kaart, die kunnen we opzoeken. En deze sterrenkaart laat de meeste objecten zien. Als ik een object gevonden heb, heb ik ook een softwarepakket. Daarin staan ook diezelfde hemellichamen. Het is nu 27 maart 2010. En we zien de zon en dat komt dat het ook overdag is. Die gaan we nu even verstoppen. En eigenlijk kun je met zo'n pakket alle hemellichamen opzoeken. En vanuit hier stuur ik ook de telescoop aan. Zoals gezien op de opnames van buiten onder de glazen kap. Eenmaal een object gecentreerd, gaan we het fotograferen. Dat doen we met zogenaamde lichtvervuilingsfilters. We leven hier in de Randstad. We hebben hier veel last van lichtvervuiling en daar zijn gelukkig allemaal filters voor. Door lang te belichten en goed te filteren krijgen we opnames zoals in deze video vertoond. Thank you.
Ik hoop dat ik u met dit bezoek geprikkeld heb om ook eens een keertje naar boven te kijken, naar onze sterrenhemel. Op vakantie met de kinderen de sterrenbeelden ontdekken. Denk aan de grote en kleine beer, ook wel als steelpannetje genoemd. Heeft u een verrekijker? Kijk dan eens naar onze naaste buur, de maan. U zult versteld staan hoeveel kraters u kunt zien met uw eigen verrekijker.